De Boy Scouts van Suriname zullen tussen 26 augustus en 1 september vaardigheden opdoen om te leren overleven tijdens het pre-nationale kamp. Dit jaar wordt het kamp gehouden te Kolakreek. Hopman Wilgo Koster zei aan journalisten dat er naast de reguliere scouting activiteiten een primitief kookevenement wordt gehouden. De kunst is om zonder spijkers toch wel een tafel te bouwen. Je gaat touw krijgen, je gaat je pioniersobjecten moeten vervaardigen. Maar rekening, hoe houden we met ons bos en ons milieu toch? Want we gaan niet gewoon à la dol kappen. Oh, we zijn het prachtigste groenste land ter wereld, dus ook daar leren we de scouts op. Het mooie van dit kamp zal zijn is dat ze ook een hike hebben, een zwerftocht. En een zwerftocht waarbij ze gedurende een nachtje niet in het kamp zullen slapen, maar elders. En het elders slapen heeft te maken met, God, is er een tent aanwezig? Heb ik mijn slaapzak bij me? Kan ik mijn eigen tent snel bouwen, zodat ik een veilige nachtrust heb? Het is survive, het is overleven. Maar tegelijkertijd ook een stukje teambuilding, maar ook nog ervoor zorgen dat we voor elkaar zijn. Want dat... De Boy Scouts Suriname hebben op 29 juli jongstleden hun 100-jarig bestaan herdacht. Koster geeft aan dat het niet zo makkelijk is om een kamp te organiseren. Het jammer is dat ouders geen financiën hebben om hun kinderen inderdaad die vrije tijdsactiviteit te geven om ervan te kunnen genieten. We hopen in oktober, wanneer we na het kamp gaan, de meeste groepen met vakantie. Sommige groepen gaan nog even doordraaien. Want dan zitten we nog met Clean Up the World. Dat is ook een internationale activiteit waarmee we bezig zullen zijn in het kader van 100 jaar scouting. We zitten in oktober met een Jamboree on the Air en Jamboree on Internet. Dan gaan ze via de korte golfzender of via internet met elkaar communiceren, kamperen rond het clubhuis gedurende een weekend. Maar dat zijn goedkope activiteiten, maar ook wel duur en leerzaam. Maar het kampeerleven, dat blijft eigenlijk waar naartoe een padvinder streeft om te gaan kamperen. Er doen meer dan 100 padvinders mee aan het nationale kamp te Kolakreek.